Dag lieve mensen, je kijkt naar de zesde vlog over het organiseren van mijn eigen uitvaart. En vandaag ga ik mijn eigen rouwkaart ontwerpen. Ik vind het belangrijk dat de mensen mij echt herkennen in de rouwkaart. Dus ik wil er graag een eigen tekening in verwerken, een foto en een eigen tekstje. Zodat de nabestaanden echt kunnen zeggen van god, dit is echt typisch Jesse. En nou heb ik dus via de website rememberme.nl een tool gevonden die mij daar hopelijk mee kan helpen, namelijk Daglief. En via die website kan je aan de hand van standaard formats helemaal je eigen rouwkaart ontwerpen. Ik zal het eventjes laten zien, want ik was al even begonnen. Kijk, dit is wat het is. Hier heb je de kaart. Ik heb mijn naam toegevoegd en mijn geboortedatum. En hier rechts heb je een kolom waar je alles in kan aanpassen. Maar nu ben ik tegen één probleem aangelopen. Ik wil namelijk een kruisje toevoegen op het moment dat je dan overleden bent. Maar ja, dat weet ik niet hoe dat moet. Nou zit hier rechtsonder een chatbalkje. En daarmee kan ik met Muriel chatten. En zij kan mij vast daar verder mee helpen dan. Nou, dat is ideaal. Dus ik ga maar gewoon even een vraag stellen via de chat. Goedemiddag Jesse. Natuurlijk kan ik u helpen. Heeft u een Windows PC of een Mac? Windows. Dan maakt u de toetscombinatie Alt plus 0134. Oké, dat ga ik proberen. Bedankt. Als u verder vragen heeft, help ik u graag. Oké, dankjewel. Oké, ik ga nog heel eventjes verder met mijn rouwkaart. Het was in ieder geval heel fijn dat Muriel mij eventjes kon helpen. Zij kon ook eventjes meekijken met mijn ontwerp en hij had ze meteen het een en ander aangepast om het wat mooier te maken. Dus ja, super prettig. Heel informeel contact. Nu kan ik een proefdruk aanvragen, dat ga ik ook zeker doen, zodat ik daarna met jullie het resultaat kan delen. Oké, daar is hij dan jongens, mijn eigen ontworpen rouwkaart. Ik ga hem nu openmaken. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben er een beetje stil van. Het is toch wel gek om naar je eigen rouwkaart te kijken. Nou, ik zal het even laten zien. Dit is de voorkant geworden. Met een tekstje. Ik hoop dat je het kunt lezen. Zo, en hier staat dan mijn naam en de data. Aan de binnenkant een foto. Ik heb gekozen voor een vrij vrolijke foto. Vind ik ook wel belangrijk. Ik weet niet of dit ontwerp mijn eindontwerp zou worden voor mijn rouwkaart. Maar het fijne aan daglief.nl is dat je dat ook altijd nog kan aanpassen via je eigen account. Nou, voor zover dus de rouwkaart. In de volgende video ga ik terugblikken op wat ik tot nu toe allemaal heb meegemaakt in het organiseren van mijn uitvaart en de keuzes die ik heb gemaakt. Maar ik ga ook vooral vooruitkijken naar de keuzes die ik nog kan maken. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer of de locatie voor mijn uitvaart. Dus dat zie je in de volgende video. Voor nu bedankt voor het kijken. Dag!